Hij is bijna leeg. Jullie zullen vast wel afvragen, wat doe ik op dit kanaal? Ik ben niet Gio inderdaad. En dan vraag je vast of, ken jij mij niet? Dan zou ik zeggen, klik deze video weg. Ken je me wel en kijk jij mijn video's? Dan zou ik zeggen, blijf even kijken. Want dit is best wel iets belangrijks. Nou goed, er is iets met mijn kanaal aan de hand waardoor ik niet kan uploaden. Meer daarover ga ik zo meteen vertellen. Dus Gio zei, wil je een update video maken op mijn kanaal? Want veel kijkers van Gio zijn ook mijn kijkers. Dus hij zei, Ties, wil jij gewoon een soort van update video op mijn kanaal maken van even jouw kijkers waarschuwen. Ik ben echt slecht een ding uitleggen. Anyways, laten we gewoon bij het begin beginnen. Ik maakte een Omegle video. Omegle is een site waar je het een en ander aan mensen kan tegenkomen. En ik kwam er wat naakte meisjes tegen die, ja, hun shirt omhoog deden. Ik heb dit vaker gedaan op mijn kanaal. Tot dan toe had het eigenlijk geen probleem opgeleverd. Dus toen gebeurde het volgende. Iemand had mijn video geflagged. Dus dat betekent iemand had mijn video aangegeven voor ongepast. En diegene zei, er zit seksuele inhoud in deze video. Of er worden naakte dingen vertoond. Ja, dat was echter niet helemaal het geval. Aangezien ik gewoon alles gewoon een dikke zwarte balk ervoor had geduwd. Maar goed, dat is dus een klein foutje van YouTube of zo. Maar door deze gebeurtenis kan ik 2 weken niet uploaden op mijn kanaal. Ja, daar baal ik best wel erg van. Sommige mensen die zullen misschien al weten die mij volgen op Instagram. Sommige mensen zullen het weten omdat ze mij volgen op Twitter. Maar goed, er zullen vast nog wel heel veel mensen zijn die niet wisten wat er gaande was. Ik zie steeds meer comments onder mijn laatste video die inmiddels alweer een week geleden is. Van, waar is Ties? Wanneer komt er een nieuwe video? Dus ik hoop eigenlijk zoveel mogelijk mensen met deze video te bereiken. Die ook mijn video's kijken. Zodat er geen rare gedachten komen of zo. Is Ties dood? Nee, ik ben niet dood. Wat die komt, dat zag ik ook al. Ja, ik weet het. Ik heb de noedels gehad, sorry. Maar goed, dat was eigenlijk alles. Ik probeer zeg maar, het voor elkaar te krijgen dat het gewoon teruggetrokken wordt. Dat ik gewoon weer kan uploaden. En ook dat de 6 maanden langdurende strike, zo heet zoiets, dat die weggaat. Want ja, een strike hebben op je kanaal is gewoon niet chill. Dat was het eigenlijk. Ken jij mijn kanaal helemaal niet? Ja, dan weet ik eigenlijk niet waarom je deze video gekeken hebt. Maar dat dus. Ik wil Gio nog even bedanken dat ik dit op zijn... en ja, kijk eens van mijn kanaal. Ties Games. Zou ik zeggen, tot over 2 weken. Ja, kut leven. Dames en heren, doe nog even een duimpje omhoog. Dit ding is echt helemaal leeg, maar dat maakt niet uit. Tot de volgende keer. Doei.